Hallo, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. En we zijn nu aangekomen bij de aardehuizen in Oost. Ja, dit lijkt wel een soort hobbitlandschap. En laten we even op zoek gaan naar iemand die ons te woord kan staan. Dit is het hangbuikzwijn. En haar naam is Kip. Kip, je bent een leukert. Wij woonden Antikraak. En mijn man die had gehoord van dit project. En wij waren al een beetje bezig in de boerderij om te kijken van hoe kan het nou efficiënter? Want de wc doorspoelen met mooi schoon leidingwater. En al je eten gewoon in een kliko gooien, al je afval. Dus we zijn de tuin gaan bewerken. En we zijn een composthoop aan gaan leggen. En de wc doorspoelen met water wat we bewaarden. Dat was natuurlijk heel onhandig. De trap af met allemaal emmertjes naar de wc toe. En toen we van dit project hoorden, zeiden we nou... dat gaan we gewoon doen. Kunnen we hem samen tillen? Ja. 1, 2. En dan keer lekker eten. Kijk, als je hier wilde wonen, dan ging je per volwassene 1 dag in de week meehelpen aan het bouwen. Dus we hebben alle huizen zelf gebouwd. De fundering gegraven, de muren gezet en het dak gelegd en alles. Mama. Ja, alle mama, huizen. De tenen gaan nu echt bevriezen. Ja, dan moeten we naar binnen. En die huizen vind ik ook mooi, ook al wonen we er zelf in. Ja, dit zijn mijn graasmaaitjes. Vlakke hand. Vlakke hand. Dan, en ze bijten niet. We mogen het allemaal hebben dus. Hey, hallo? Maar normaal gesproken gaan ze hier de taluds op. Dat is een heel mooi gezicht. Staan die netters, die staan zo om de taluds heen en die schapen lopen er doorheen. We zitten hier aan tafel in een aardehuis. We zijn net aangekomen. Ja. Wie ben jij? Nou, ik ben Willy met hondje Macho. Die zit hier zo onder. En die heeft eigenlijk het lekkerste plekje hier. Want die zit hier op het bankje. En dat is verbonden met de rocket stove. Aha. Die is zo, moet je maar voelen, is zo lekker warm. En kan je iets vertellen over waarom jij hier bent gaan wonen? Ik bedoel, het is niet iets wat je zomaar besluit. Het samen bouwen, het samen wonen. Het samen groenten, kruiden verbouwen. We maken gebruik van sociocratie. Met een democratie dan is het van, de meeste stemmen gelden. Ja, en dan kunnen er ook mensen blijven staan. Daar baal ik van. Maar hier, nee, we hebben het besluit met z'n allen genomen. Dus je kunt nooit een beetje achteroverleunen. Dan heb jij niet meegedaan. Heb je eenmaal een besluit genomen, dan is het feestje. Je doet de klep open, je gaat zitten. En daarna pak je een beetje vezels, dat doe je eroverheen. Je hebt geen enkele geur. Wat heb jij daar ontdekt? Na het buitenlopen is het wel lekker om hier even bij de rocket stove te gaan staan. Rocket stove. Ja, Het is echt een rocket stove. Hier begint het. Hier heb je, dit is de brandkamer. Als hij vlam heeft gevat, dan gaat hij echt als een soort motor gaat hij branden. Je hoeft het alleen maar 's ochtends aan te zetten en de rest van de dag is het warm. Nou, dan gaan we naar de slaapkamer. Elk aardehuis heeft iets bijzonders. En dat in ons huis zijn alle ruimtes met elkaar verbonden. Door deze ramen. Waarom hebben jullie muren van strobalen en niet gewoon van bakstenen en isolatiemateriaal? De muren zijn wel dikker, maar stro is een hele goede isolatie. Hier begint de bandenwand. Die loopt helemaal zo door. Hier zit ook de bocht. En je loopt helemaal naar het einde van het blok. Dit zijn 3 woningen aan elkaar. Hier zitten 800 autobanden in verwerkt. Per autoband zitten er 3 kruiwagens aan zand ingestampt. Dus aan de binnenkant leem en aan de buitenkant hebben we een taluut. En daarom heten het ook aardehuizen. Dus het ligt aan de achterkant helemaal in de aarde. En halverwege het project hebben we besloten om de autobanden te schrappen. Omdat het zo arbeidsintensief was. En zelf dachten we ook dat we... heel snel de dingen in de vingers zouden krijgen. Metselen, timmeren, schilderen. Iedereen had er heel erg veel zin in. En dat wil ik allemaal wel leren, is leuk. Ja, hè? Ik ben kunstenaar en ik denk, dat leren, dat is leuk en dat is leuk. Dat doe ik wel even. Ja, het zijn vakken apart, hè. Ja, wij mochten kiezen. Een gewone kolom, dus gewoon vierkant of een boom. Nou, dan wist ik het wel. Doen jullie even je mutsen goed? Ja. Dit is veldkes en dit is veldsla. Maar laat je echt letterlijk gewoon het onkruid groeien en kijken of je dat kan eten? Of... Ja, nou ik heb een encyclopedie en daar staat dan in van of je een bepaald kruid of onkruid kunt eten, ja of nee. Want zoals bijvoorbeeld dit at ik een aantal jaren geleden echt niet. En dit is veldkers en het smaakt een beetje naar tuinkers. Oh, ik ga het even proeven. Heel lekker. Dat is lekker, hè? Maar is dat een onkruid, zeg maar? Dit is een onkruid. Ik kom van de boerderij naar mijn vader, die zou zeggen van, nou, even schoonmaken, dat kan niet. Ruik maar. Wat hebben we hier? Compost. Is dit poep geweest? Is poep geweest, ja. Ja, echt waar. Dat ruikt gewoon heel lekker naar bosgrond. Hey, ineens een heel ander beeld. Wij zijn niet meer bij de Aardenhuizen, maar in de Franse Morvan, waar ik net in een meertje heb gezwommen en mijn haar nog nat van is. We zijn nu op reis in onze camper en we gaan duurzame eco-initiatieven bezoeken om nog meer filmpjes te maken. En als je deze belevenissen ook wilt blijven volgen, dan kan je je abonneren op onze nieuwsbrief op findingabetterwaytolive.com. En daar kan je ook een kopje koffie voor ons kopen als je dat wilt, via de donatieknop. Ja, dan blijf je ons supporten in wat we nu aan het doen zijn. Maar voor nu, het is tijd om je computer te sluiten en om lekker naar buiten te gaan. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Doei!